Hey Pim, wat gaan we doen vandaag? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Alleen, nog voor de brief. Beste Pim en Maarten, voor jullie tweede opdracht zijn jullie verwezen naar de atletiekbaan van AV Verleven Delta. Om deze opdracht te winnen, dien je de beste te zijn over de drie atletiek onderdelen. Jullie gaan vandaag kogel stoten, polstokhoog springen en verspringen. Wie van jullie volbrengt deze onderdelen het beste en mag zich de winnaar noemen van aflevering 2? Succes en mogen de beste winnen. Goeiedag. Welkom. Welkom bij VF Delta. We gaan even beginnen met een klein beetje warm-up. Oké, heren, fijn om het eerste onderdeel aangekomen, kogelstoten. De kogel, die pakken we natuurlijk niet heel lomp in onze hand vast. Die leggen we een beetje op onze vingertoppen neer. De elleboog, die moet je zoveel mogelijk open proberen te houden. We gaan zo meteen eerst beginnen met de oefening waar de tenen naar de werprichting staan. En uiteindelijk gaan we proberen met de tenen naar de zijkant te gaan. Ik zie natuurlijk ook onder in jullie nek hebben. Als je iets meer erachter pakt, dan kan je de kracht op de achter zetten. Dan komt hij een stuk verder in plaats van dat je alleen maar de lucht kan. Precies. Heren, volgens mij zijn jullie er wel klaar voor. Dus we gaan de wedstrijd doen. We hebben niet een heel mooi meetlint, die hebben we helaas niet tot onze beschikking. Ik heb wel twee ringen, dus jullie mogen kiezen. Wie heeft welke kleur? Dan leggen we die bij de verste afstand in. Pimmen, hè? Laten we maar naar het volgende deel gaan. Zo heren, Pim heeft net het eerste onderdeel gewonnen. Dus we gaan dus snel door naar het tweede onderdeel, het verspringen. Belangrijk met verspringen is denk ik toch echt wel afzet. Want afzet, je voet mag niet over het zwarte. Als die op het zwarte komt, dan is de sprong ongeldig. Ja. Dus dan heb je geen afstand. Dus denk erom dat je maximaal op het witte komt. Dan Let's do it. Gaan we lekker wat oefenen denk ik. Mooi. Oké, tot. Ja! Ja! Yo! Ja! 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 Goed gedaan. Zo heren, twee onderdelen gehad. Kogel en ver. Kogel door Pim gewonnen. Ver door Maarten gewonnen. Laatste onderdeel, polshoog springen. Dus de beslissende strijd. Oefening is geweest, dus we gaan door het echie. Top! Je moet er wel vast blijven houden. Ja. Let the game begin. Ja! Hi Alin. De verliezer draagt de stok. 2-0 dames. 2-0. Pim heeft met 2-1 gewonnen vandaag. Dat maakt de overall stand 2-0 ook voor Pim. Dus wordt aan de bak. En als kinderen zich nou willen opgeven, hè, of meer willen weten over atletiek, waar kunnen ze dan heen? Dan kan je naar het internet op www.avflevendelta.nl. Daar is alle informatie te vinden. Trainingszijden, wie de trainers zijn, is ook te vinden. En als je nou nog meer informatie wil, dan kan je altijd rustig even langskomen tijdens de training. Wel doen, hè? Absoluut. Gefeliciteerd. Oh.